1968 wint voor het eerst sinds jaren weer een Nederlander de TT-races. Paul Lodewijks verslaat de Duitse wereldkampioen Hans-Georg Anscheid in de 50cc-klasse. Vooral de race van de kleinste klasse was dit jaar boeiend. Bij de hooggillende motoren met hun cilinderinhoud van een bromfiets zijn er met 14 versnellingen. Dat is het geval met de Suzuki van de Duitse wereldkampioen Anscheid op nummer 1, die in deze race constant gezelschap had van nummer 20, de Nederlander Paul Lodewijks op Yamati. Lodewijks, die in de training de snelste tijd had gemaakt, bleef Anscheid als een schaduw volgen. Wat de anderen deden in deze race was nauwelijks interessant, hoewel ze toch echt hun best deden. Op zijn Yamati, een Nederlands knutselmotortje genoemd naar Jan Tiel en Martin Meijwaard, versloeg Lodewijks de wereldkampioen in de laatste meters van de race, toen hij buitenom nog juist voor de streep langs hem schoof. Voor het eerst na jaren zag het publiek weer een Nederlandse overwinning in een TT-wedstrijd. En wie na afloop goed zijn ogen de kost gaf, kon vaststellen dat de Nederlandse motorsport ook voor de toekomst niet hoeft te wanhopen. Oost-Drenthe.